Dit is het Omroep Tilburg nieuws van donderdag 18 januari met vandaag. Topdrukte bij ETZ door noodweer. Ziekenhuis op zoek naar religieuze kelken. Veel kneuzingen, botbreuken, auto-ongevallen. Dat hebben we gezien, kun je ook verwachten bij dit weer. Bomen die omgaan, die op mensen vallen. En dat zijn zomaar wat voorbeelden van verwondingen die vandaag voorbij kwamen op de spoedeisende hulp van het ETZ. Door de storm van vandaag was een duidelijke toename in het aantal patiënten dat vandaag binnen werd gebracht. We hebben in een korte tijd 20 extra patiënten bovenop de normale instroom mogen ontvangen. Dat heeft het noodzakelijk gemaakt dat wij ons ziekenhuis rampenopvangplan in werking stelden. Waarin korte tijd veel extra mensen kwamen helpen op de spoedeisende hulp om die extra toestroom goed te kunnen behandelen. En dat was hard nodig gezien de drukte op de afdeling. Gelukkig is het ziekenhuis goed voorbereid op situaties zoals het noodweer van vandaag. Daar hebben we een uitgebreid plan voor, het integraal crisisplan, waarin allerlei scenario's staan beschreven. En dat wordt regelmatig geoefend, zodat we weten wat we moeten doen op het moment dat het gebeurt. Verbaasd, dat zijn ze bij het ETZ. Twee antieke ciboris, oftewel religieuze kelken, zijn tussen kerst en vorige week ontvreemd uit een afgesloten kast in de gebedsruimte van het ziekenhuis. We missen twee ciboris, kelken. Een cibori is van ouds een voorwerp waarin het heilig brood, de communie, wordt bewaard. En dat is dus een kelk met een deksel erop. Een van onze vrijwilligers, die hier heel frequent werkt, die meldde mij van er is een van die ciboris is weg. En zij had helemaal niet aan diefstal gedacht. Zij dacht, nou ja, die staat op een andere plek. En toen ging ik kijken, toen dacht ik, er stonden er, ik miste er twee. En toen dacht ik, dit klopt niet. De kelken hebben vooral veel historische en religieuze waarde voor het ziekenhuis. Dat is in de katholieke traditie ja, echt een heilig iets. Degene die er verstand van heeft, die heeft die kelken bekeken en getaxeerd. En die wist dat het gemaakt is tussen 1816 en 1836. Het ziekenhuis zelf bestaat al langer, maar vanaf 1838 waren de zusters betrokken. Dus het zou best eens kunnen dat uit die periode die cibori, die kelk, stamt. Behalve social media heeft het ziekenhuis ook de politie ingeschakeld in de hoop de kelken terug te vinden. Er gaat aangifte gedaan worden. En het is gisteren op social media gemeld. Dus we hopen dat hoe meer mensen er iets van horen, dat het helpt om ze terug te brengen. Het zou erg belangrijk zijn voor ons dat we ze terugkrijgen. En dan nog het weer. Morgen neemt de wind fors in kracht af naar windkracht 3. Ook de temperatuur daalt. Het wordt overdag zo'n 6 graden. Regen is morgen ook te verwachten, waarbij er in de nacht kans is op wat wind en neerslag. Dit was het Omroep Tilburg nieuws van 18 januari 2018. Voor meer nieuws kun je terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.